2008 is het jaar van het succes. Het jaar van NAC Breda. En als je vraagt of Ernie Brands mag blijven, dan zeg ik volmondig ja! Als we gaan! Ik heb een stukje uit de Volkskrant gescheurd, geknipt. Er staat op, NAC buitenshuis, de beste club van Nederland. Staan ze bovenaan, boven Heerenveen, Ajax, PSV. Dit komt nooit meer terug. Dat komt bij mij boven mijn bed hangen aan een gouden randje. Echt. Dit is zo geweldig, dit. Het Rutterleg, dat is ons eigen stekkie. De B-side, fuck hey. Daar schreeuwen we ons team voor uit. En iedereen schreeuwt mee. Als je ziet wat Brands hier heeft gepresteerd de laatste 2 jaar. Ja, mijn had hij gewoon moeten blijven. Dan zeggen ze van dat NAC die heeft behoefte aan een Bourgondier. Maar wat is nou een Bourgondier? Ja, Jeroen Jong, wat is jouw commentaar op deze actualiteit? Als we winnen, dan moet dat feest gevierd. Ja, dan drinken we er één. Vanuit het stadion naar de grote markt. En dan zingt iedereen. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. De groep vervallen. Hier in ons wordt Breda. En als NAC Europa ingaat, ga je dan weer een nieuw plaatje maken, Guido? Nou, dan het wordt sowieso wel tijd voor een nieuw NAC-nummer. Maar ik ben super blij dat dit liedje elke wedstrijd gezongen wordt. Hier in ons mooi Breda. Oh, nou, wel leuk. Leuk man.